Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft geen goede analyse gemaakt van de crisis waarin het onderwijs zich ongeveer 2 jaar bevindt. De COVID-pandemie is een van de grootste oorzaken van deze crisis. Dit bracht voorzitter van de hervormings- en vernieuwingsbeweging HVB, Raymond Sapoen, gisteren naar voren tijdens een persconferentie over de gang van zaken op het ministerie van Onderwijs. Hij stelt dat de leiding van het departement de samenleving moet uitleggen wat er gebeurt binnen het onderwijsproces. Je zou mogen verwachten dus dat na 2 jaar crisis in het onderwijs, waarbij dus kinderen om de ene dag naar school gingen, waarbij we dus ook weten dat die leerachterstand die er al was, die ongelijkheid die er al was, nog groter geworden is. En dat is trouwens niet alleen de situatie in Suriname, maar het is mondiaal zo. Maar voor ontwikkelingslanden als de onze is het belangrijk dat onderwijs altijd als een zogenaamde sociale gelijkmaker opereert. Waardoor dus de kinderen met een achterstand, sociaal-economisch, toch wel op een gelijke basis kunnen mee participeren in het onderwijsproces. Dus dat is die grote uitdaging waarmee we zijn geconfronteerd. En je zou mogen verwachten nogmaals dat het ministerie na deze periode toch wel met een goede evaluatie zou komen. Omdat we weten dus dat er een andere vorm van onderwijs werd gepropageerd en werd gepraktiseerd online. We kennen die digitale beperkingen die we hebben in dit land. Sapoen zegt dat vooral bekend moet worden bij de gemeenschap hoe het ministerie van Onderwijs zal omgaan met de problemen die zijn ontstaan in het onderwijsproces. Hij stelt dat minister Levens duidelijk moet aangeven wat haar stappenplan is om verbetering te brengen in het onderwijs. Gewezen minister van Onderwijs Robert Pneu, tevens voorzitter van het Kennisinstituut van de HVB, zegt dat het onderwijs in een grote chaos verkeert. Ik zit vandaag hier als gewezen minister van Onderwijs, voorzitter Kennisinstituut HVB, om mijn bezorgdheid te uiten over wat we jarenlang moeizaam hebben opgebouwd en wat we kan constateren dat in een paar minuten, een paar dagen totaal is vernietigd. Ons onderwijs verkeert op dit moment in een grote chaos. En veranderingen ben ik wel voorstander, maar veranderingen moeten op een structurele en een verantwoorde wijze geschieden. Wanneer we praten over onderwijs, dan maakt het nou niet uit als u een VHP'er, NPS'er, NDP'er, HVB'er, A20, DNP of zo bent, of DA91. Onderwijs moet bewaakt zijn voor het Surinaams kind. Om zo het kind een volwaardige burger te maken in de maatschappij. Pneu zegt dat het onderwijs de onafhankelijkheid van het kind zodanig moet bevorderen dat deze zelfstandig door het leven moet kunnen. Als het aan hem ligt, heeft onderwijsminister Marie Levens gefaald in haar beleid.